Als je voor Thijs komt, die is er niet. Weet ik. Ik had hem net aan de telefoon. Ik kom voor jou. En? Heb je hem verteld dat het niet kan? Nee. Verdomme, Sjoerd! Luister, Ricky, ik heb erover nagedacht. Niet meteen toen ik het zei, maar later wel. Er is een hoop gebeurd de afgelopen tijd. Niet dat ik de situatie wil veranderen. Ik ken mijn plek als het om Teddy gaat. Waarom zeg je dit dan niet af? Waarom mag ik het niet gewoon leuk vinden dat ze komen logeren? Bovendien, Aysen vindt het leuk. Bram vindt het leuk, het is zijn zusje. En daar komt ook nog eens een keer bij dat Thijs dit bedacht heeft. Moet ik zijn idee dan nu afhouden? Niet bot, maar met een goed excuus. Jij wil dat we allebei een beetje meebewegen. Thijs wil dat, ik wil dat. En als ik het niet aan zou kunnen, dan zou ik het echt wel zeggen, hoor. Goed, prima. Dan houden we het zo. Oké, ik begrijp van Thijs dat jullie morgenochtend vertrekken. Dus dan zie ik jullie morgenochtend met de kinderen. Ja. Oké.